En de wedstrijd is begonnen. Balbezit Barendrecht. Gelijk een diepe bal. Tarik Everen. Tarik Everen nu aan de linkerkant. Verleden week begon hij aan de rechterkant. Maar wederom Stef Nijland. Mooi paasje. Om lekker mee te nemen die bal. Heel mooi combinatie. Nicky van Hilton, jammer. Strak voorgezet. Bal net onderschept, kan die Sam de Wit. Geen rare acties daar. Zo, dat doet hij toch wel heel erg knap, hè, Sam de Wit. El Ghazouani. Naar binnen. El Ghazouani. Las van Wetering. En rolt die bal erin? Nee. Ik dacht even door het effect dat hij erin zou rollen maken. Er wordt nu duidelijk wat meer druk gezet door DVS. Zodat ze snel weer de bal kunnen pakken. Dit is het moment wat heel gevaarlijk kan worden. Daar heb je Sergini. Heel goed verdedigd. Nicky van Hilton. Het is een beetje het tweede moment voor balverlies op de mooie bal op Omar. El Ghazouani zoekt zijn tegenstander denk ik op. Dat doet hij. Daar naar binnen. En een penalty. Ja, hij raakte hem toch heel lichtjes aan. Toch weer Omar El Ghazouani. Mooie dribbel. Door zijn individuele kwaliteiten inderdaad. Mooie dribbel. Komt-ie. En een doelpunt. Prima. Hij lijkt zich een beetje te verstappen of zo, maar dat is een beetje raar. Gaat er even 1-0 bij zitten. 1-0 DVS. Lars van Wetering gaat er gelijk bij zitten. Dus praat ik even door. Het is Nicky van Hilton. Bal weggewerkt. Barendrecht wil omschakelen, maar het is Huber. Draait terug. Had misschien door kunnen zetten. El Ghazouani, licht overtreding. En een zet van nummer 26. Dat is niet nodig. Van achteruit mee naar voren gekomen. Stef Nijland, voorzet, valt bij de tweede paal. Het is Tim van den Berg. Oeh, geen buitenspel. Dan moet er zo'n bal erin. Dat is zonde. In de 30ste minuut. Van de stoep stond er al. Joey Jongman klaar. Komt die bal daar? Wow, ja, Daan Huiskamp. Prima. Op tijd. Erbij. Doet zijn werk wel. Maar nogmaals, kan niet echt zijn stempel nog drukken. Oeh, weer een foute paas nu van Huse. Daar kan Davies van profiteren misschien. Wie weet. Daar gaat Nicky van Hilton weer op. Grote passen. Scherpe voorzet. Ai. Oh. Lars Miedema. Nu zien we het voorbij komen, Pieter. Het is 0-2 bij ASWA VVG. 0-2. Dit is het andere balletje. Maarten van Dijk. Lars Miedema. Kom op, Lars. Nou, een beetje risicovol, Danny Monster. Max van Dijk. Sergini. Mooie voorzet. Oh. 100% kopkans. Olijf, Veld. Robert. Prima voorzet. Mooie paas. Tarik Everen. Nou. Oh, ja. Lars Miedema. Wat zal die daar blij mee zijn. Wat een prachtige voorzet van Stef Nijland. En Lars Miedema. Yes. Harkemaarse boys Tedoko. Nog steeds 4-1. Nu een gevaarlijke aanval van Barendrecht. Bal wordt daarvoor gezet. Oh, daar komt Van de Stoep. Maar ja, het vizier hebben ze daar echt heel hoog staan bij
Barendrecht. Oh ja, dit is weer een kwaliteit van Omar El Ghazouani. Stef Nijland. Stef, hij geeft hem toch voor. Oh, jammer. Overtreding denk ik, maar de scheidsrechter laat doorspelen. Nou, Lars Miedema. De beslissing. Nee, niet. Jammer voor Lars. Nou, bij deze stand wippen we zomaar weer over de lijstaanvoerder heen. Dovo. Stef Nijland, prima. Mooi gelijk doorgespeeld. Lars Huber nu. Oh, Stef. In alle vrijheid. Hij kan zijn shirt er wel bij opvreten. Stef Nijland rustig terug. Controle. Goed in beweging. Lars Huber. Altijd aanspeelbaar. Helemaal naar de andere kant. Goed gezien. El Ghazouani. Dan wilde hij iets te veel. Ah, Stef Nijland, goed. Vuile meters. Energieke uitstraling hoor, Stef. Nou, daar gaat hij. Nicky van Hulten! Ja, ja! Wedstrijd is beslist. Prachtige paas. De tussendoor, Stef Nijland. Wat ben je daar goed in? Geweldig. 3-0. Zal hem ook goed doen, onze Nicky van Hilton. Lang geblesseerd geweest, doet alweer een poosje mee. Maar ook even belangrijk zijn met een doelpunt. Zeker. Is hem gegund. Wederom in de diepte lopend, Stef Nijland. Wat gooit hij er een bak energie in. Wat een enorm verschil met het eerste seizoen hier. Toen viel het wat tegen. Tweede seizoen kwam er langzaam maar zeker wat meer progressie. Maar nu is hij helemaal weer in een oude vorm. Müller. Jammer. Paas komt net niet aan. Sam de Wit. Goede controle. Goede paas. Müller. Nicky van Heelten. Maarten van Dijk. Sam de Wit. Prachtige paas. Nicky van Heelten. Mooi steekballetje. Oh, jammer. Goed gevoetbald. En, lekker gevoetbald. Ja. Rest een corner. Verkeerd paasje. Abla. Komt wel eens voor. Tim van den Berg. Sam de Wit. Ja, dat kan niet. Wow! Las. Geen penalty. Nee hoor. Sportler staat inmiddels bovenaan met ACV en Dovo. En daar voegt DVS zich ook bij. En GVV. En ik denk dat GVV daar weer overheen gaat. Die komt op 26 punten. Voorwaar. Super spannende. Oh, weer die paas van Maarten van Dijk. Stef Nijland. Och. Wat mooi. Wat mooi. Voor Stef Nijland. Jongen. Heerlijk. Prachtige paas van Maarten van Dijk. Schitterende stift. Maarten van Dijk, allereerst van harte gefeliciteerd met deze fantastische overwinning. Ja, dankjewel Piet. Wat vond je er zelf van? Heb je lekker gespeeld? Ja, het was voor mij even inkomen. Eerste helft was vrij stug. Je weet ook niet wat Barendrecht gaat doen natuurlijk. En naarmate de wedstrijd voorde ging het steeds beter. Speelden we dicht bij elkaar. Ik denk wel zes of zeven mannen om de bal. En je voelde je ook veel makkelijker. En ik denk heel veel kansen gecreëerd. Maar je voelde je weer als een vis in het water in deze wedstrijd, heb ik het idee. Want je pakt niet alleen ballen af, maar... Je strooit met pases heerlijk. Het is toch lekker om mee te voetballen met dit team. Ja, dat is ook zo. Ik heb Frank naast me, ik heb Huber voor me, Stef voor me. Ja, het zijn allemaal mijn jongens die handen zijn met de bal. En als ik zelf een paar keer de bal afpak, dan
krijg ik vertrouwen, dan gaat de passing beter en dan durf ik ook gewoon ballen ja, achter de verdediging te leggen. En dat ging vandaag hartstikke goed. Het lijken mij mooie tijden om in zo'n team te spelen, maar ook met zo'n team te trainen. Ja, eigenlijk is het hele jaar zien we dat we zoveel kwaliteit hebben. En soms komt het eruit en dan weer niet. En vandaag komt het er duidelijk uit en er werd een hele mooie aanval gecreëerd. Verleden week kwam het er ook al uit, maar jullie beginnen langzaam maar zeker toch in een vorm te komen waarvan ik denk, ja, nou, zo moet het. Ja, en twee keer vier goals, Piet. Dat is helemaal goed. Ja, precies. Ja, dat is helemaal mooi. Ja, dat is inderdaad helemaal mooi. Maar de inhoud die je hebt, hè, daar sta ik soms ook een beetje van te kijken. Hè. Waar komt dat vandaan? Ja, het was veel lopen. In de coronatijd ook veel hard gelopen om conditie op peil te houden, veel duurtraining en... Ik denk dat ik daar nog profijt van heb. En het is altijd lekker als je voor staat, dan gaan de meters wel makkelijker zeg maar, dan dat je achter staat. Dus dat hielp ook vandaag. Goed voedsel? Dat ook, gezond. Mams zorg ervoor? Kip met rijst? Nee, gewoon genoeg koolhydraten van tevoren binnenkrijgen. Nou ja, Goden die helpt ons ook mee. Dus, Michael Bogert zegt pasta met wodka. Dat is ook hartstikke goed. Is dat zo? Nou, dan ga ik aan de wodka zo. En de pasta, die laat ik even staan. Gefeliciteerd nogmaals. En een heel goed weekend. Dankjewel, Piet. Voor mij en voor DVS-TV Henny in het Hof. Grote muziekliefhebber. Met name de band, denk ik. Dat vind je toch fantastisch, hè? Ja, je weet wat voor muziek ik heb. Heb je goed gedaan, Piet. Oké. Okay. Hey, je hebt, denk ik, vanmiddag genoten. Ja, ik heb genoten. Het was leuk om weer terug te zijn, punt 1. Het is leuk om hier op het veld te staan met spelers die maar één ding willen. En dat is gewoon plezier maken en het beste van zichzelf kunnen brengen. Dus ik stap in een groep die al bezig is gegaan na het vertrek van Peter met Stef. Met Stefan. En we zijn mee doorgaan. En ik zag vandaag in ieder geval van mijn kans, als ik het heb kunnen zien, na één week hier. Dus zag ik gewoon een paar hele leuke dingen op het veld staan. Maar ook heel veel dingen waar we mee verder kunnen. Dus, en de prachtige 4-0-0 staat. Dus ja, ik was wel tevreden. Eerste 10 minuten was even een beetje erin komen, maar toen de trein eenmaal liep, ja, dan als een diesel over Barendrecht heen. Ja, maar vergeet je niet, Barendrecht vind ik echt een hele goede ploeg. Ze hadden nu, als dit soort ploegen gewoon in één keer voorkomen, hebben ze zoveel routine en zoveel klasse, ja, dan kunnen ze ons ook met 4-0 van de mat afstikken. En dat is ook geen garantie dat we de volgende keer tegen hun ook weer zo'n resultaat neerzetten. Maar wat je wel ziet is dat... De eerste 10 minuten moet je kijken hoe lopen ze, hoe staan ze en wat zijn ze gewend en wat ben ik gewend. Dus het kan zijn dat ik zeg je moet terug terwijl ze gewend zijn geweest om naar voren te gaan. Nou, dat is even wennen natuurlijk voor de jongens. En op een gegeven moment kon ik wel een beetje erin krijgen wat ik graag zie. En in die zin van wat ik vraag dat ze dat dan ook begrepen. En dat het dan niet allemaal nu in één keer één wedstrijd naar voren komt, dat is hartstikke logisch. Dus daar heb ik ook weken voor nodig. Maar je zag in ieder geval, dat vind ik heel mooi om te zien, de bereidheid om elkaar te helpen was heel erg hoog. Maar ik zei ook voor de wedstrijd, het is niet alleen bereidheid, het is ook kwaliteit wat je aan de bal moet laten zien. En het grappige is dat Stefan is fantastisch begonnen met heel veel balverlies te werken. Wat heel veel duidelijkheid geeft in hoe doen we dat. En wij zijn deze week geprobeerd te zeggen, oké, maar als je de bal hebt, hoef je niet zoveel in balverlies te doen. Dus als je goed doet en goed staat in balbezit, dan wordt het soms ook wat makkelijker. Ik dacht na een half uur van, misschien geeft hij toch Stefan wat meer gelegenheid om te coachen. Maar het coachen zit gewoon in jouw hart. En dat kun je niet nalaten. En dat deed je ook. En maar Stefan heeft die rol ook. Ik kom er nu nieuw bij. En het is echt niet zo in één keer van, en die komt erbij en die gaat in één keer praatjes. Dat is helemaal niet de bedoeling. Alleen je wil natuurlijk wel, ik kan heel moeilijk coachen op iets waar ik misschien niet zo achter sta of wat ik niet begrijp. Dus dan is het logisch dat ik probeer de dingen te zien die ik denk dat wat in mijn ploeg zou kunnen passen. En daar heeft Stefan alle ruimte in. Want Stefan en ik is niet zo van ik ben nu hoofdtrainer, Stefan is assistent. Nee, we zijn met z'n tweeën zijn we begonnen. We hebben een hele duidelijke taakverdeling. Hij doet dit, ik doe dat. Dus alleen ik sta wel graag nu even, want dat zal verrassend zijn vergeleken met mijn eerste periode hier. Maar nu ben je nog druk omdat je graag wil zien wat er moet staan in de organisatie. En dan hoef je je later niet zo druk te maken. Maar in mijn latere periode bij Dato, in het begin dan zet je alles neer. En later, nou, dan hoef je eigenlijk helemaal niks meer te zeggen, want dan is het bekend. Maar het is heel logisch dat de groep nog niet bekend is in wat ik allemaal denk dat je in bepaalde situaties moet doen.
In 2009, toen je hier aankwam, toen is er een proces ingezet door jou zelf. Ja, met z'n allen. Procesmatig was je toen bezig. Nu kom je erin, in een team wat heel veel kwaliteit heeft. En dat moet je toch wel heel positief stemmen. Zeker, maar ik zeg bij al mijn teams waar ik ben, zeg ik van, jullie kunnen veel meer dan je denkt dat je kan. Dus doe nou ook gewoon wat je kan. En je mag plezier maken en je mag op het veld staan. Het was fantastisch weer vandaag. Het was een leuke sfeer op de tribune. En je mag het doen wat je het liefst hebt. Dus maak er dan ook plezier van. En dat hebben ze ook onder Peter gedaan. Ik heb er altijd zo'n hekel van als mensen zeggen, ja, maar toen en dit. Iedereen heeft zijn stinkende best gedaan. Peter heeft zijn stinkende best gedaan. De groep heeft zijn stinkende best gedaan. En op een gegeven moment heeft dat helaas geleid tot het afscheid. En daar kan ik helemaal niet, en wil ik helemaal niks over zeggen. Ik weet alleen dat Peter is een hele topcollega waar ik al heel lang, ik heb ermee samengevoetbald. Dus ik vind het fantastisch wat Peter hier heeft neergezet. Dat ze bijna vorig jaar net niet zijn gepromoveerd. Dan had je al tweede klasse gehad. Of tweede divisie. En nou probeer ik het over te nemen. En ga ik doen wat ik denk. Wat bij mij past en bij de ploeg denk te passen. Mooie woorden, Henny. Vanavond genieten. Even up on Cripple Tree. Even opzetten. En geniet van de muziek en van het weekend. Ja.